Farhanas Housel, ex-directielid van de Centrale Bank van Suriname, heeft bij de voortgang van de strafzaak tegen haar verklaard dat ze heeft ingespeeld op haastigheid van ex-governor Robert van Trict. Housel zei dat ze heeft meegewerkt aan een model om tot een oplossing te komen voor de toen heersende economische situatie. Volgens advocaat Meurien Dubois heeft het directielid wel binnen de perken van wet en recht gehandeld. Housel is in 2020 in verzekering gesteld. Ze is aansprakelijk voor transacties gedaan in de periode dat Van Trict Centrale Bank governor was. Housel staat terecht voor overtreding van de bankwet en de anticorruptiewet en het meewerken bij de aankoop van 17 panden door de Centrale Bank van Suriname. Ze beweert onschuldig te zijn. Het verzoek van de verdediging om haar voorlopig in vrijheid te stellen is afgewezen. Het was een tight situation en dat is wat ik heb begrepen van mijn cliënt. Is dus dat de financieel-economische situatie nogal drukkend was en men had behoefte om snel te reageren daarop. En in dat kader zijn er dus een aantal modellen naar voren gekomen. Mevrouw Housel heeft aan een van die modellen gewerkt. En ja, bij de uitvoering bleek dus nogmaals dat dat model waaraan mevrouw Housel gewerkt heeft, anders heeft uitgepakt. Omdat er dus veranderingen zijn aangebracht. En ja, de haast waarover mevrouw Housel het heeft of heeft gehad, is vanuit de druk om tot een oplossing te komen voor de toen geldende financieel-economische situatie. Is er volgens de verdediging wel binnen de perken van wet en recht gehandeld? Die mening ben ik nog steeds toegedaan. Mijn wetenschap reikt tot de periode van minister Hildenberg en de toenmalige governor de heer Telting. En die hebben dus eigenlijk in een soortgelijke situatie hebben ze dus de oplossing gekozen om middels briefwisseling met elkaar aan te geven wat die beperking is en hoe die beperking opgegeven zou kunnen worden. In een dergelijke gelijke situatie heeft mijn cliënt het nodig gevonden om dezelfde manier op te gaan. Alleen een deel van haar werkkring vond dat dat via de wet moest. En zij die op de hoogte was van een dergelijke oplossing, die zegt nee, in deze situatie waarbij er haast geboden is, waarbij er snelheid geboden is, denk ik dat dit ook kan werken. En die keuze heeft ze gemaakt. En die keuze heeft ze gemaakt op basis van die overtuiging dat het kon. Ja, en als we vanuit ook die zin, denk out of the box, en wat is het laatste stukje dat vergeten wordt? Binnen het kader van de wet. Dat is de volledige uitlating geweest. En niet alleen out of the box. Maar volledige uitlating is geweest. Jongens, gaan jullie aan de slag? Denken jullie AUB out of the box, maar wel binnen de perken van de wet. Dat is de volledige uitlating geweest. Tot zover advocaat Meurien Dubois. De strafeis wordt 11 mei bekendgemaakt.